Yo, kijk van Game & Max. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we vuurwerk halen bij de Aldi. Ze hebben het vanaf vandaag in de winkel, dus we gaan eens even een kijkje nemen. Ja, mensen, we zijn binnen. Hier ligt het vuurwerk, gaat hij even laten zien. Hier een pakketje. Dit zijn knetterballen. Dit zijn hele goede knetterballen. Aanstiklontjes. Fonteintjes. Groot fonteinenpakket. Hier wondertollen. Hoe zit het erin? 80 stuks, 3 euro, niet slecht. En hiervoor kom ik altijd naar de Aldi. Ratellinten, dit zijn gewoon knetterlinten. 60 stuks voor maar 3 euro. Dus die gaan we sowieso meepakken zo. Even kijken wat ze hier hebben. Deze zijn nieuw, dus zijn knetterfonteintjes met fluit en daarna knetter. Die kosten 7 euro. Ja, ik weet niet of dat waard is, ik heb al een filmpje gezien en zoveel zijn ze ook weer niet waard. Nou, nog een veiligheidspakketje. Nog een fonteinenmix. Hier zitten wel goede fonteinen tussen, moet ik zeggen. Vooral die powerfontein. Die gaat zeer goed. Alleen 9 euro is ook weer een beetje heel veel voor deze fonteintjes, dus daarom neem ik die niet mee. Dan heb je hier nog het vuurwerkpakket XXL, die had ik vorig jaar. Er zitten gewoon leuke dingen van alles wat in. Hier de knetterbal XXL. Het zijn gewoon de grotere variant, niet echt dat ze beter zijn als de ratellinten. Dan heb je hier de voetzoekers XXL. Maar ik ga dus de ratellint pakken en dan ga ik ze even betalen. Ja mensen, ik heb dit gekocht. 2 pakjes ratellinten. Ik had nog knetterballen van vorig jaar over, dus die heb ik nog niet meegenomen. 2 keer 60 stuks ratellinten voor 3 euro per stuk. Dat is zeer goedkoop. Ik zal er even eentje uithalen. Kijk, ja, 2 ook goed. Nou kijk. Gewoon ratellint. Knetterlint, hoe je het ook kan noemen. Zeer goede 60 stuks, 2 pakjes van gehaald. Bij de Aldi dus vandaag, bij de Aldi vuurwerk halen. We gaan het binnenkort ook afsteken. Dus als je het een leuke video vond, durf een like. Vergeet zeker niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!